De spoorwegen hebben Enschede een nieuw station gegeven dat enig is in Nederland omdat het geheel is uitgevoerd in gewapend beton. Ook de interieurs van het gebouw zijn zeer modern gehouden. Bij de officiële opening ervan waren de commissaris van de Koningin in Overijssel, de burgemeester van Enschede en vele andere autoriteiten aanwezig. Zij hoorden de president van de NS, ingenieur Den Hollander, er namens de spoorwegen spreken. Meneer de burgemeester, hier is het station. Mogen het bijdragen en ook getuige zijn van de grote bloei van Enschede. En vooral mogen dat zijn in een vreedzaam Enschede, in een vreedzaam Nederland, in een vreedzaam Europa. Een merkwaardige nieuwigheid van het gebouw is de automatische deur die door het lichaamsgewicht van de reiziger wordt geopend. Ingenieur Den Hollander verkocht zelf de eerste kaartjes. En daarna kwam de eerste trein in dit kopstation voorgereden. Enschede is de eerste stad in Nederland die na de oorlog een geheel nieuw station heeft gekregen. Uit het